fans van Tarantino hebben augustus 2019 al een tijd met koeienletters in hun agenda staan. Want dit is namelijk de maand waarin Once Upon a Time in Hollywood, de 9e film van Tarantino, eindelijk uitkomt. En als we de reviewers mogen geloven, is het een van zijn beste. In this town, I can all change like that. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Ja, 9 alweer. Wie had dat ooit gedacht? Quentin Tarantino, die ooit begon met Reservoir Dogs, vervolgens Pulp Fiction maakte, Jackie Brown, Kill Bill 1 en 2, Grindhouse daar ergens tussendoor, natuurlijk Inglourious Basterds en natuurlijk zijn laatste, The Hateful Eight, en dan nu deze 9e. En ik moet zeggen, ik had er veel van verwacht en de verwachtingen werden eigenlijk weggeblazen, want Once Upon a Time in Hollywood is het verhaal van twee acteurs, Rick en Cliff. Rick is eigenlijk bezig om het te maken als televisieacteur en krijgt de uitnodiging via Al Pacino, wat een filmproducer is, om in Hollywood voor een soort Italiaanse clan allemaal films te gaan maken. En natuurlijk zijn trouwe vriend, metgezel en ja, chillhead zelf eigenlijk, Cliff, die gaat mee. En we zien in Once Upon a Time in Hollywood in wat voor dolle wereld ze terechtkomen. In 1969, een prachtige snikhete zomer, die later bekend zou staan natuurlijk om de gruwelijke misdaden van Charles Manson. Als je het niet kent, check het. Sharon Tate, Roman Polanski, allemaal komen ze terug in deze film. Maar goed, Tarantino zou Tarantino niet zijn als hij daar niet een eigen draai aan zou geven. Waar hij ook een eigen draai aan geeft, is werkelijk elke seconde van deze ruim 160 minuten durende film. Waarin de montage, het acteerwerk, de dialogen, production design, muziek, noem het allemaal maar op, sound editing. Het is allemaal tot in de puntjes verzorgd. Natuurlijk, het verhaal heeft niet veel om het lijf. Dat kennen we van Tarantino films. Maar de personages en de dialogen des te meer. Er zijn een paar echte mensen die echt hebben bestaan. Met het meest in het oog springen natuurlijk de Sharon Tate van Margot Robbie. Ongeloofwaardig in die zin dat Margot Robbie veel knapper is dan Sharon Tate ooit was. Maar zeer geloofwaardig in het speelse karakter dat ze met zich meeneemt. Ook heel veel andere acteurs. Bijvoorbeeld een klassieke Tarantino acteur zoals Michael Madsen heeft een wat kleinere rol. Maar ook Kurt Russell, de dochter van Uma Thurman die we laatst nog zagen in Stranger Things, Maya Hawke zit erin. En zelfs Luke Perry in wel degelijk zijn laatste rol ooit. De helaas te vroeg overleden acteur van Beverly Hills 90210. Nou, maakt hier een geloofwaardige indruk als een soort western. Maar wie voornamelijk schittert naast Brad Pitt is natuurlijk Leonardo DiCaprio. Wat mij betreft mag hij straks de tweede Oscar gaan ophalen. Sowieso voorspel ik wel tussen de 8 en de 10 Oscar nominaties voor Once Upon a Time in Hollywood. Maar vooral zijn Rick Dalton is zo een gelaagd personage. Je zou denken iemand die bijna binnen is, die moet relaxed zijn. Maar dat is die verre van. Hij zit vol met onzekerheden, vol met emoties en ja, fantastische wijze laat DiCaprio dat zien. Verhaal wilde Tarantino hem zelfs een stukje liet improviseren in deze film. Iets wat Tarantino eigenlijk nooit doet, alles wat in de puntjes uitschrijft. En ja, dat gaat hem geen windeieren leggen. DiCaprio speelt eigenlijk zichzelf, maar speelt ook het personage. Af en toe is dat filmisch heel interessant als er weer een stukje in de western die hij speelt wordt opgenomen. En dan wordt er ineens geknipt naar het feit dat hij bijvoorbeeld een mental breakdown heeft. En op die manier eigenlijk Once Upon a Time in Hollywood voornamelijk een knipoog is naar die Hollywoodwereld. Naar die filmwereld natuurlijk. We hebben vette dialogen, we hebben heel veel suspense. Op een gegeven moment zelfs Bruce Dern die in een soort van caravan slaapt en daar wordt uitgebuit door hipsters of hippies of god mag weten wie. In ieder geval, het zijn vele, vele filmische hoogtepunten van Once Upon a Time in Hollywood. Wij eigenlijk kunnen niets anders zijn dan positief. Onlangs hadden we een top 5 beste Tarantino's. Nou, daar had deze zeker niet in de mist staan. Sterker nog, vanaf Pulp Fiction, misschien Django daar gelaten. Ik vind hem beter dan Hateful Eight, beter dan Kill Bill 1 en 2. En zeker beter dan Glorious Bastards. Once Upon a Time in Hollywood is één van mijn lieveling Tarantino films. Je kan hem keer op keer bekijken. Je kan wachten tot het geweld komt. En als het komt, dan komt het ook echt. En dan gaat het weer zwaar over de top.
Niet voor niks, 16 jaar en ouder. Meer dan 100 miljoen aan budget. De duurste film tevens. Nog een keer 100 miljoen aan marketingkosten. Maar het heeft zich dubbel en dwars terugverdiend inmiddels. Want het is ook zijn best verdienende film aller tijden. Hij heeft gezegd dat hij er 10 zou maken, Quentin Tarantino. Hij heeft ook gezegd dat dit misschien wel zijn laatste is. Het zou in ieder geval een mooi einde zijn van een prachtige carrière. Met een uitroepteken eindigt hij. Met een prachtige waargebeurde, maar toch ook totaal weer niet waargebeurde fabel. Once Upon a Time in Hollywood. Wij geven Once Upon a Time in Hollywood een 9. En we zeggen, ga naar de bios. Inderdaad. Sorry dat ik het dreigend overkwam, maar ja. Ik hou er gewoon van. Voor nu zeg ik, geef een duimpje omhoog. Abonneer je. Laat een comment achter. Binnenkort nog meer reviews hier op je beeldbuis bij Multimedialden. Later! Wil je ook weten wat de nieuwste games, films, muziek, hardware en andere vette dingen zijn op multimedia gebied? Abonneer je dan nu op Multimedialden en krijg elke week een nieuwe verse review hier op je buis. Gratis en voor niks. Multimedialden.